Het is vandaag 22 augustus 2017. Mijn naam is Chris. Dit is het Game Nieuws. En we beginnen vandaag met Jurassic World Evolution. Ja, een nieuwe game die uit gaat komen. Hartstikke tof natuurlijk. Ja, na natuurlijk de film Jurassic World. In deze game kan je een park maken. En dan moet je alle dino's beheren in ieder geval. En je moet zorgen in ieder geval dat ze niet ontsnappen. Trailertje ervan staat in de beschrijving. Een gloednieuwe game in ieder geval. Hij komt uit op 22 juni 2018 op de PC, PlayStation 4 en op de Xbox One. En voor de Minecraft-fanaten onder ons kan je vanaf 3 oktober een speciale Minecraft Xbox One S kopen. In de winkel natuurlijk. En je ziet het plaatje in beeld. Hartstikke tof natuurlijk. Het is een limited edition, dus... wil je hem hebben? Wees er dan snel bij. Ja, en de game Mass Effect Andromeda heeft pas geleden nog een update gekregen. Volgens mij versie 1.1 of zo, zoiets was het of zo. Maar in ieder geval, ze hebben nu aangekondigd dat de game qua singleplayer niet meer ondersteund gaat worden. Best wel opmerkelijk nieuws, want ja, de game is pas, wat is het, een halfjaartje uit of zo. En ze hebben in ieder geval wel aangekondigd dat ze gewoon de multiplayer gaan ondersteunen, maar de singleplayer dus niet. En het lijkt erop dat er misschien wel een einde is aan de serie Mass Effect. En we gaan dat in ieder geval gewoon zien, want Mass Effect 1, 2 en 3 hadden namelijk wel DLC's, singleplayer DLC's. En ja, deze game dus niet, helaas. En op Gamescom is gemeld dat volgend jaar Final Fantasy 15 naar de PC gaat komen. En daarvan staat in ieder geval een linkje in de beschrijving, een trailer daarvan. Het is niet bekend precies wanneer, maar in ieder geval gewoon 2018. En het wordt in ieder geval in samenwerking gedaan met Nvidia. En dat is natuurlijk voor optimale gebruik natuurlijk van je videokaart. Horizon Zero Dawn heeft een update gekregen, namelijk versie 1.32. En het meest opmerkelijke nieuws eigenlijk van die update is dat er een extra moeilijkheidsgraad is bijgekomen, namelijk extra makkelijk. En ze hebben dit in ieder geval gedaan om gewoon mensen te kunnen laten genieten van de singleplayer en gewoon van de verhaallijn. Dat is eigenlijk wel het meest opmerkelijke nieuws. Ja, er zijn daarnaast ook gewoon heel erg veel bugs weggehaald en zo. Een patchnote daarvan staat in ieder geval in de beschrijving. Dragon Ball Fighters met een grote Z, want het is natuurlijk Dragon Ball Z. Die krijgen gesloten beta, had ik al eerder aangekondigd. Nou, je kan je vanaf vandaag in ieder geval aanmelden voor deze gesloten beta. De gesloten beta komt op de PlayStation 4 en op de Xbox One. Je vindt dus ook twee linkjes in ieder geval in de beschrijving. En kom je in ieder geval in aanmerking voor de gesloten beta, krijg je een invite daarvoor. Dan kan je de beta spelen op 16 en 17 september. Let wel op. Heel erg beperkt kan je deze game spelen. Want je kan maar een paar uurtjes spelen en dan gaat hij weer offline. En dan kan je weer een paar uurtjes spelen en dan de volgende dag weer twee van die sessies. Dus let wel op dat je in ieder geval dan thuis bent natuurlijk. En ja, de game komt in ieder geval uit februari 2018. De game Anno 1800 is aangekondigd op Gamescom. Deze PC-game verschijnt in ieder geval 2018. En het is in ieder geval een simulator. Je kan ook allerlei dingen bouwen en zo. Het speelt zich af, jawel, heel verrassend, rond 1800. En het ziet er in ieder geval gewoon heel erg tof uit als je de beelden bekijkt. En natuurlijk staat daarvan een trailertje in de beschrijving. The Sims 4 krijgt een Cats and Dogs uitbreiding op de PC en op de Mac. En natuurlijk staat daarvan een trailertje in de beschrijving. Nou ja, je ziet in ieder geval gewoon wat je allemaal kan doen. Je komt in ieder geval in een hele nieuwe spelwereld waarbij je dus je honden en katten kan aanpassen. Natuurlijk zoals altijd in The Sims 4 wereld. Hij komt uit op 10 november. En nogmaals, trailertje staat dus in de beschrijving. De game FIFA 18 heeft weer een nieuwe trailer en natuurlijk staat daarvan een linkje in de beschrijving. De game komt uit natuurlijk op 29 september op de PC, PlayStation 4 en op de Xbox One. Daarnaast gaat hij ook op de Switch uitkomen, alleen heeft deze dan geen verhaallijn. De game V komt uit in 2018 en ja, ik moet jullie zeggen dat ik niet heel veel over kan vertellen, want ik zag het pas voor het eerst vandaag eigenlijk dat deze game... uit ging komen. Dus ik zou zeggen, check gewoon de trailer in de beschrijving. Het is in ieder geval een avonturen game en het ziet er wel gaaf vet uit. Ik snap er niks van, maar het ziet er wel vet uit. En de game gaat in ieder geval uitkomen op de PC, PlayStation 4, Xbox One en op de Nintendo Switch.
Need for Speed Payback komt natuurlijk uit op 10 november. En er is weer een nieuwe trailer verschenen, namelijk met de BMW M5. En voor de duidelijkheid, deze auto is pas vanaf 2018 verkrijgbaar. Dus ja, super tof natuurlijk dat het al in die game erin zit. Linkje natuurlijk daarvan staat in de beschrijving. En daarnaast heeft EA ook aangekondigd dat in deze game een track zit van Lil Kleine, namelijk Kleine Jongen. Oh, dat zal wel weer lastig zijn met het editen, aangezien dat natuurlijk copyright is. De game Fire Emblem Warriors komt exclusief uit voor de Nintendo Switch op 20 oktober. En je ziet in ieder geval nu een plaatje in beeld van de Special Edition. En ik heb geen Nintendo Switch, dus ik kan er weinig over vertellen helaas. Misschien dat ik hem later wel aanschaf. Je weet maar nooit. Dit was in ieder geval weer game nieuws van vandaag. Er is heel veel nieuws natuurlijk. Veel Gamescom nieuws. Misschien ben ik wel wat vergeten. Komt morgen in ieder geval weer een aflevering. Laat even achter in de comments waar jij allemaal hype voor bent. En super veel dingen gaan uitkomen. Vandaag ook Formule 1 2017 binnengekregen. Die komt ook morgen op mijn kanaal. En natuurlijk dit weekend World War 2, de beta. En wat krijgen we meer? Uncharted komt nog uit. En natuurlijk over anderhalve week of zo komt in ieder geval Destiny 2 uit. Dus het is een hele drukke periode. Heel veel dingen die ook op mijn kanaal komen. Hartstikke tof natuurlijk. Vergeet niet een like te geven op deze video. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.